Tijdens het bezoek van onze cameraploeg aan het hobbycentrum van Boxmeer troffen zij een bijzondere hobbyist. Hiervan maakten zij de volgende reportage. Het is eigenlijk een automatische viool. Het moeilijkste aan dit instrument is om het af te stellen. Om te zorgen dat hij goed klinkt, dat hij niet, bijvoorbeeld niet gaat krassen. Ik weet niet of je ooit in het begin het violist gehoord hebt. Die net voor het eerst viool speelt, dan loopt iedereen hard weg. Dat geldt met een draailier precies hetzelfde. Als je het ding niet beheerst, dan piept, dan kraakt het, dan doet het niet wat je wil. Het is een ramp. Je kunt een draailier eigenlijk een beetje vergelijken met een geautomatiseerde viool. Bij een viool heb je snaren. Bij een viool heb je een strijkstok. Met die strijkstok breng je snaren aan het trillen. Dan krijg je een toon. En die toon kun je beïnvloeden door met je vinger over het toetsenbord naar links en naar rechts. Daarmee maak je de snaar korter of langer. En daarmee bepaal je in feite de toonhoogte. Bij een draailier is het min of meer hetzelfde. Een draailier, het woord zegt het al, daar zit iets in wat draait. In plaats van een strijkstok heb je een zwengel met daaraan een schijf. Over die schijf lopen snaren, nu nog niet, want deze draailier is nog niet af. Als je aan die schijf gaat draaien, gaan daardoor de snaren trillen, dan heb je dus een toon. Nou is het nog de truc van hoe ga je die toon in hoog en laag veranderen. Daarvoor is dit kastje en daar zitten een aantal mechanieken. En als je op die mechanieken duwt, dan raak je daarmee de snaren en kun je ze dus inkorten of loslaten, dan verleng je hem weer. Je hebt hele tonen en het bovenste rijtje zijn de halve tonen. Dus in die zin is het een beetje het pianoklavier. Hier lopen dus twee melodiesnaren, noemen we dat. Die staan in dit geval gelijkgestemd, dus twee gelijkgestemde snaren. Maar er zitten zes snaren op. Dat zijn de zogenaamde bourdonsnaren. En bourdonsnaren zijn snaren die kun je vergelijken met de constant klinkende tonen van een doedelzak. En hier lopen de bourdonsnaren overheen. Als je in Frankrijk een beetje op een gezellig boerenfeest terechtkomt, zit geheid een draailier. Ik hoop dat ik deze ga gebruiken, dat denk ik wel. En dan het draailierspel weer oppakken, want ook hier moet ik weer aan gaan oefenen. Ik bedoel, ik heb het lang niet gedaan, dus dat is gewoon een kwestie van trainen. Ook dat is een mooie hobby. Ook dat is een mooie hobby. En hem vooral gaan gebruiken. En vandaar ook dat ik hem nu afgemaakt heb. Ik ga hem dus in mijn band, wil ik hem wel. Niet overdreven veel, maar ik wil hem af en toe wel een keer proberen te gebruiken. Dit is Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.